debat onder jongeren bevorderd. Eigenlijk overal, op scholen, in achterstandswijken, maar ook op universiteiten. En wat wij heel belangrijk vinden is dat jongeren hun ideeën en hun problemen, maar ook hun dromen en wensen kunnen verwoorden. En daardoor meer betrokken worden bij de samenleving en eventueel ook bij de politiek. Een van de mooie projecten die we doen is Wijk in Verandering. Dat is een debatproject in achterstandswijken. En het woord zegt het al, door jongeren te coachen, te trainen en te helpen om hun problemen helder te krijgen en er dan ook over te praten, zetten zij zichzelf in voor verandering in de wijk. Ik denk dat er een paar punten zijn waar wij een toegevoegde waarde hebben. De eerste belangrijke is dat wij debat ook zien als een vorm van beleidsbeïnvloeding. Dus, maar op alle niveaus. Dus jongeren die meedoen, die leren om de problemen die ze hebben te analyseren. Te kijken, wat is mijn mening erover? Wat is de mening van de ander, van de politiek of van de beleidsmakers? En dan weten ze ook om voor die mening op te komen. Dat ondersteunen wij, dat begeleiden we. Twee is dat we gewoon de jongerenwerkers hebben geïnspireerd om mee te doen aan dit project. En hun ook het geloof hebben gegeven en het vertrouwen dat het kan. En het derde is dat we het in 4 wijken hebben gedaan. In Brussel, Antwerpen en 2 wijken in Amsterdam. En juist door die uitwisseling van ideeën, maar ook live, dus dat ze elkaar ontmoeten, dat is ontzettend inspirerend geweest en heeft steeds een punt in de tijd gezet. Waardoor de jongeren wisten van, oh, we moeten dit af hebben of oh, we moeten dat debat nog doen. En op die manier zijn er 4 succesvolle Wijk in Verandering projecten tot stand gekomen. Met dit project willen we eigenlijk verandering op scholen, verandering met de thematiek. We willen gewoon iets bijbrengen, we willen alles veranderen eigenlijk. Le prof démotive les élèves, est-ce une réalité? Je ne sais pas. Le prof démotive les élèves. Il consacre plus de temps avec les élèves qui font moins de bruit, qui sont plus intelligents que les autres, qu'avec ceux-là qui sont un peu plus bêtes que eux. Pourquoi? Si vous dites regardez votre voisin de gauche et de droite, il y aura un des deux qui sera plus là l'année prochaine. C'est pas que j'ai quelque chose contre toi ou toi ou toi, mais si toi tu parles, je suis ici pour donner des remarques. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu parles? Si c'est pour parler, rentre à la maison. Ouais. T'as rien à faire ici. Ça, c'est décourager un élève. Voilà, ouais. Mais genre dire tais-toi, arrête de parler, ça c'est le boulot d'un prof. Wat we tot nu toe hebben gedaan is, we hebben veel gebrainstormd, veel samengezeten en veel over het thema gesproken. We hebben ook zoveel mogelijk mensen proberen bij te trekken en politiekers, leerkrachten. We hebben ook de kans gehad om samen aan tafel te zitten met leerkrachten. Om over de discriminatie op school en het verschil dat er was tussen de lagere en de hogere klassen en hoe dat het zat, wat dat er kon veranderen, waarom het zo was. Zoals jullie het gemerkt hebben, hebben de leerlingen van Chicago tegen een debat gemaakt tegen de leerkrachten. Mais ce n'est pas fini, on veut toujours aller plus haut. Mardi, le 12 mars, on a un rendez-vous avec le syndicat des élèves secondaires. Dus onze actie vervolgt zich. Debat is in diezelfde lijn, maar biedt wel iets extra's. Bij debat leren jongeren naar elkaar luisteren. Dus ze weten van, ik heb 1 visie op de problematiek of op de stelling, maar er zijn een heleboel andere visies ook mogelijk. Ze leren daarnaast hun visie ook op een hele rustige manier te onderbouwen. Dus door middel van argumenten, dat leren ze. En wat heel belangrijk is, is dat ze, doordat ze langzaam maar zeker steeds vaker ook met elkaar en met politici en beleidmakers praten en gehoord worden, krijg je ook langzaam dat ze steeds meer zelfvertrouwen erin krijgen. Dus wij zien inderdaad letterlijk jongeren vanuit een gekromde schulphouding openbloeien en op een gegeven moment ook echt tegenover de gedeputeerden van de provincie Antwerpen of tegenover de gemeenteraad hier in Amsterdam hun zegje doen. En dat is natuurlijk super om trots op te zijn. Ik ben Jack hier, ik ben 18 jaar oud en kom uit Antwerpen.
Waarom doe je mee aan dit project? Om onze stem namens alle jongeren uit Antwerpen en vooral uit de buurt Kiel, onze stem te laten horen aan de agenten op straat. Wat willen jullie zeg maar, daarmee bereiken? Wat wij willen bereiken? Ja, zoals ik het zei, vooral onze stem laten horen. Wat wij ervan vinden. Tips meegeven aan de agenten hoe dat ze de hangjongeren het beste moeten kunnen aanpakken. Wat hebben jullie tot nu toe daar? Tot nu toe hebben we al sinds vorig jaar een debat gehad met enkele agenten. En op het gemeentehuis in Antwerpen zelf. Dus we hebben verschillende onderwerpen besproken. En vooral dat hangjongeren vooral ook een positief invloed kan hebben. Dat er verandering in is gekomen? Volledig, nog niet 100%, maar het gaat de goede richting uit. Op straat worden we meer gerespecteerd nu. Ze spreken ons vaak aan. Of dat we problemen of dat we met vragen zitten, maar daarvoor was er helemaal geen contact. Dan zochten ze meestal, dan lokten ze meestal ruzie uit. Vooral op de plein bij ons in de buurt, dan kwamen ze voorbij met de politiewagen, beginnen ze ons weer uit te schelden. En dan lopen ze achter ons, maar nu is dat veel verminderd. Ik denk dat op de eerste plaats vertrouwen in elkaar als partners en in de jongeren is het allerbelangrijkste. En betrokkenheid bij de jongeren is absoluut de allerbelangrijkste factor. En die wordt natuurlijk het meest uitgedragen door de jongerenwerkers zelf, die dag in dag uit met de jongeren direct werken. Maar ook vanuit de trainers van ID en de begeleiders is dat een enorme belangrijke inzet. Dus het geloven en vertrouwen dat er verandering mogelijk is. Nou, twee is natuurlijk super belangrijk dat de jongeren zich gezien en gehoord voelen. En daar zijn niet alleen de jongeren van belang dat ze het goed doen. Maar de jongerenwerkers ID, maar ook de politiek. Want als de politiek nee zegt en elke keer weer de deur dicht doet... Ja, dan komen we natuurlijk niet zo ver. En dan worden ze ook bevestigd dat er een grote kloof is tussen de jongeren en de politiek. Maar wij geloven dus met dit project dat die kloof helemaal niet hoeft te zijn. Om te beginnen, je hebt een groep en die bestaat uit jongeren, coaches en jongerenwerkers. De jongerenwerkers hebben de coaches begeleid in wat zij dus wouden doen. Wat de coaches wouden doen, was de jongeren zelfverzekerd te laten zijn. In vergaderingen, in debatten, in presentaties, in gesprekken met het stadsdeel. En dat deden we door middel van trainingen. En wat de jongeren wouden bereiken, is vooral leren en verandering waarmaken. Oké, en wat hebben jullie tot nu toe bereikt met jullie plannen? Wat we tot nu toe hebben bereikt? Een van onze doelstellingen was het plein veranderen in de Diamantbuurt op het Smaragdplein. En het plein was erg onveilig, kindonvriendelijk. De hekken waren gevaarlijk als je er tegenaan kwam. Het veldje waar ze op voetbalden, dat was verhard en geasfalteerd, maar helemaal beschadigd. Dus als je viel, haalde je je been open of je arm of erger. En... wat we dus hebben bereikt is dat dat het plein wordt opgeknapt, dus het voetbalkooi wordt opgeknapt. Er komen verschillende activiteiten op een nogal kale plein en daar zijn we toch wel heel erg trots op. Er zijn heel veel manieren om met jongeren te werken. Wat maakt dat debat nou speciaal? Want dit gaat toch uit van debatteren. Ja. Waarom is dat nou iets wat goed werkt? Omdat je bij een debat met veel verschillende aspecten bezig bent.
Je bent jezelf toch aan het presenteren, je mening aan het presenteren. Je bent met vreemde mensen of ook gewoon met bekende mensen aan het praten. Dus je praat in het openbaar met mensen. En het belangrijkste, je deelt je mening. Veel mensen denken dat als je je mening deelt, dat je gelijk een bepaalde kant kiest. En dat je na het debat nog steeds zo denkt en nog steeds zo tegenover elkaar staat. Maar ze moeten ook weten dat na het debat, het is even goede vrienden. Je had alleen met elkaar een debat. En je bent dus in een debat met verschillende aspecten bezig. En die verschillende aspecten, die kunnen je verder helpen. Later op school en ook in werk. People talk. People talk. Dit is het pleintje wat wij hebben geregeld met de buurt. Het heet het Treimertje. En vandaag is de opening waarbij heel veel jongeren naast bij zijn gekomen. Hoi, zijn jullie blij met het pleintje of niet? Ja! Kijk eens. We zitten aan een moestuintje plaatsen, wat we eigenlijk hierachter ook al hebben, daar. Daar hebben wij voor aangevochten, zijn we ook naar de gemeente gegaan. Hebben we met de gemeenteraad gepraat. Ja, dan krijgen we training van hoe debatteer je, hoe onderbouw je argumenten, hoe vertel je dingen. Hoe je, ja, ook bijvoorbeeld in het dagelijks leven, hoe je ergens op moet reageren als je iets bijvoorbeeld niet bevalt en dergelijke dingen. Dus dat is wat we geleerd hebben. Dus we zijn drie keer gegaan. Eén keer naar Antwerpen, een keer naar Brussel en naar Den Haag. Met ID. Ja, ik ben Michael Mols. Ik ben oud prof. Ik heb gevoetbald bij Ajax. We hebben de eer om vandaag met hem bij het opening van het veldje, Treimertje. Wat vind jij zo belangrijk voetbal? In ieder geval, het houdt ze bezig. Het vergroot ook de saamhorigheid. En ik hoop dat ze er allemaal heel veel gebruik van maken. En wie weet, komt er wel een nieuwe profvoetballer uit deze buurt. Ja, dankjewel. Ja, jongen. Succes, man. Yes.